Ik ben vandaag in Den Hout. En ik vind dat een hele leuke baan. En de baan ligt er ook goed bij. En ik ga straks rijden. En het is een wedstrijdje? Ja, een wedstrijdje. Van de? West-Brabant Cup, denk ik. Ja, de WBMC. Ja. Niet helemaal. Oké. Nou, gaan we snel aankleden, want de 50'ers zijn al van start. Succes!
gereden. Het ging heel goed. Ik had kopstart. En toen een flink voorsprong bereikt. Ik zag net ook de hele tijd een supporter. En dat was Daan. Ja, hoe stond jij, Daan? De hele tijd zo. En hoe doe je nog meer? Dit. Ik zou nog met twee handen klappen of zo. Zo, ja. Wat betekent dat? Dat hij goed reed. Oh. Klaar voor de tweede mans, Jan? Ja. Goed zo. Zet hem op, hè? Ja. Zin in, Jan? Ja. Goed zo. Hier passeren met de Yamaha.
winnaar van de klasse 65 grote wielen. Ja, hier komt hij door de vlag, de korte vlag. Hij wint de 65 grote wielen. Goed hè? Ja, weer gewonnen. Ja, zijn vader steekt zoveel tijd in de carrière van dit kleine mannetje. Hij gaat hier aan de leiding. Wat heb je gedaan? Frikandelletje. Nou, wacht op de prijsuitreiking, hè? En dan gaan wij ons logeren. Ja, leuk, hè? Ja, heel leuk. Morgen gaan we bij een Dutch Masters kijken. En een hele grote. Ja, leuk. Mooi weekend. Ja. En gaan we naar de podium plaatsen van mijn vader, Job op de school. De tweede paard van de bekende crossfamilie Menno Koezerek. Menno! Zelfs zijn opa was hier vandaan. En wat moet jij nou een beetje meenemen? Ja, een beetje. Oké. Eerste plaats, Jan Hoijsman. Hij is niet de grootste, maar hij is wel eerste. Maar even de bekers omhoog. Pepper, voor de koopbeen. Even een applausje voor deze mannen van de 65.